Ik sprak prinses Juliana voor het eerst eind jaren 80. Zij ontving mij in haar vleugel van Paleis Soestdijk in de zogenaamde Streusvogelkamer. Ze was goed geleumd en wij spraken af dat de dingen die zij die middag zou vertellen, dat die niet zouden worden gepubliceerd bij leven en welzijn van haarzelf en van de prins, maar pas als zij beiden zouden zijn overleden. Zij vertelde mij daar onder andere dat... Mijn potgietijzeren geheugen laat mij wel eens in de steek, dus ik zou zeggen, mevrouw, zegt u het eigenlijk zelf maar. Meneer Van Amerongen, ik wou bij voorbaat iets rechtzetten, omdat ik verwacht dat mijn man na zijn dood allerlei onzin gaat laten verkopen via u en andere knipmessende charlatans die zichzelf journalist durven noemen. U wilt eigenlijk zeggen, excusez le frivolité, dat u van de prins geen kwaad weet. Ik moet u zeggen, mijn man is een leuke man. Het is altijd prettig gezelschap geweest voor mij. Maar in wezen is het natuurlijk een blaaskaak. Een gezellige blaaskaak, dat wel, maar een blaaskaak. Wat hij regelmatig over mij heeft verteld tegen het journaal, dat is echt niet te geloven. Hij vertelde bijvoorbeeld dat ik gesteld was op en zelfs dweepte met zijn vriendinnen en zijn bastaardkinderen. Dat is pertinente onzin. Ik vind ze vreselijk, die Alicia en Alexia. En hun moeders zijn ook weerzinwekkend. Misselijkmakend. Breek me de bek niet op, alstublieft. Ja, goed, mevrouw. Prima. En dan komt hij bij mij en hij klopt op de deur. En dan roept hij... Mami, mag mijn vriendin en haar kind mee op wintersport? En dan zeg ik, nee, 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 ik wil het niet. En de volgende kerst komt hij weer. Mami, mag mijn vriend... Nee! Vreselijk. De prins vertelde mij ooit dat in zijn visie fletse vrouwen altijd dochters krijgen. Wat is daarop uw zienswijze? Zal ik u eens iets vertellen, meneer Van Amerongen? Ik was niet zo'n kneusje zoals mijn man wel doet voorkomen. Ik had ook mijn pleziertjes. Jazeker. En hier zal hij zeker van opkijken als hij dit hoort. Maar 3 van mijn dochters waren niet van hem. Beatrix is van Drees. Margriet is van de Sjaar van Perzië. En Irene is van Wim Kan. Alleen Christina is van Bernard. Uiteraard. Dat is alles. Ja. Meer niet. Daar kijkt u wel van op, nietwaar? Zeker.